niemand minder dan Joyce Bakker, dames en heren. Joyce, goedenavond. Goedenavond. Hallo Joyce. Hi. Welkom in ons programma, Joyce. Dankjewel. Wij hebben begrepen dat jij is het een restaurant of een afhaalrestaurant? Een restaurant en afhaal. Oh, allebei. Ja. Je hebt een restaurant / afhaalrestaurant in Ommen en dat heet Suri Special. Ja. En nou, is er ook iets specials gebeurd? Ja, zeker weten. Ja, vertel. Maar allereerst, wat is het eigenlijk voor restaurant? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een Surinaams-Indonesisch restaurant. Oké. Wat kunnen we daar krijgen? Ja. Surinaamse gerechten, ja. Zoals roti, je hebt zoute soep. En ik heb iedere keer de week specials. Ja. Het varieert iedere keer... van carbonades, gehaktballetjes tot, ja. Lekker. Echt op zijn Surinaams. Oh, okay. Jeetje. Carbonades op zijn... Surinaams. Oké. En wat is dan het verschil met een Nederlands carbonaatje bakken? Jullie braden het gewoon in boter. Ja. En ik braad het in boter, maar ik ga hem daarna stoven. Oké. Dus het wordt lekker zacht. Zeker weten. Oké. Goed zo. En het is dus, je kan bij jou komen eten en afhalen, maar jij bezorgt niet. Jawel. Ook, we hebben sinds vorige week een thuisbezorger via thuisbezorg.nl. Een primeur. Oh, oké, wat geweldig. We hebben een primeur, Rob. Dus dan pakken we gewoon nog even mee. Wat ontzettend leuk. Ja. Hey, en nou is er, bijna 2 weken geleden ongeveer wel, is er iets speciaals gebeurd. Ja. Vertel. Vorige week woensdag. Ja. Ja. Ja, kwam Rob Geus binnen. Ja. Oh. En het was echt geheel onverwacht. Ja. Je schrik je kapot. Ja, ik kan me voorstellen. en hoe ging weet dat? Je verwacht het niet. Nee. Want wij hadden dus 2 dagen daarna de vrijdag, zouden wij hier beneden een Sinterklaasviering doen. Voor de minima van Ommen, voor de mensen van de voedselbank. Ja. Voor Ommen en omstreken. Ja. En ik dacht dus, de camera komt binnen, maar vervroegd voor Sinterklaas. Ja. Maar ja, toen was het toch Rob Geus dus. Maar kende jij hem al van tevoren? Ja, van televisie. Oh, je kende hem wel? Ja, van televisie. Dus je wist gelijk, oh. Ja, dan staat je hart echt stil. Oh. Nou, niet heel lang toch? Nee, niet lang. Oh, gelukkig. En dan denk je van, shit, wat kan ik nog verbeteren? Wat kan ik doen? Je kan niks doen. Nee. Hey, en vertel even, want hij ging met jou de keuken in? Ja, hij komt de keuken in. Hij vraagt of hij een kijkje mag nemen in de keuken. Ik zei ja. Tuurlijk. Je kan niet weigeren. Als je weigert, dan heb je wat te verbergen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus ik zeg van oké, kom maar. Ja, en wat checkte die zoal? Als eerste zijn handen wassen. En dat klopte allemaal met een doek, met geen doek, met een keukenrol, alles. Ja. En dat klopte. Ja. En hij keerde zich om en dan heb je achter hem. Zo wil ik het zien. Zo begon hij eigenlijk. Ja. Dus hij keek in de pan en hij zei, ja, keurig voor elkaar. Mooi. En toen ging hij verder. En dan richting de vriezer. Maar we hebben 2 vriezers. Ja. En eentje is dus echt een vriezer voor het voor het eten eigenlijk, laat maar zo zeggen. Voor alles en nog wat. Ja, andere voor het bestek. Ja, hè? Een andere voor het bestek. Nee, oh. die andere is... die andere is speciaal voor het terugkoelen van het eten. Oké. En dat heeft hij dus nergens nog gezien. Oh, zo, dat het zo goed voor elkaar was? Ja, precies. Ja. Super. Gaaf. Dus... we hebben dus een vitrine voor. En we hebben dus koud eten erin. Ja. En voor het eten de vitrine ingaat, moet hij dus teruggekoeld worden. Ja. En wij hebben dus eten en wij doen het, je mag binnen 5 uur mag hij in de vitrine. Maar ja, je zit soms met zoveel eten, dus hoe moet je terugkoelen buiten de vriezer? Nou, enige mogelijkheid is dus de vriezer. Ja. Die wij speciaal daarvoor bestemd hebben. Goed. En het gaat dus binnen 2 uur de vitrine in. Geweldig. Goh, bijzonder. En dat vond hij dus geweldig. Had hij dus nog nooit eerder gezien? Nee. Alles schoon verder? Oh, echt waar. Hij keek dus met zijn UV-lamp in de magnetron. En hij draaide zijn gezicht dus naar de cameraman. Ja. Met 1 grote grijns dus op zijn gezicht. Ja. En hij zegt, hier word ik vrolijk van. Ja. Oh, geweldig. Dus dat zijn de goede uitspraken, hè? Dus ja, zeker weten. En toen kreeg ik dus de rilling, hè? Ja, hij zei dus niet... Hey, hier word ik niet echt vrolijk van, moet ik zeggen. Ik kan veel beter, jongens. Dat zei hij dus niet. Nee, hij zei dus, hier word ik vrolijk van. Goed. Ja. Dit zegt hij altijd als hij hier is. Ja, word ik niet vrolijk van. Nee. Ja, en toen kreeg hij dus naar mijn afzagkap. En zelf de muren heeft hij bekeken met de UV-lamp. En hij zegt van... Dit is een voorbeeld voor heel veel restaurants. Wat gaaf. Geweldig. Ja, super gaaf. Zeker.
Hey, ja, en wanneer kom jij dan uiteindelijk op de Nederlandse televisie? 11 januari. 11 januari, dames en heren. Zet het in uw agenda. SBS6 ja. Is dat, hè? 11 januari, SBS6. Hoe laat? Volgens mij om 8:30. Geen flauw idee. Maar wij zijn voor het nieuwe jaar zijn wij voor de eerste uitzending van het jaar. Okay. Ook voor de eerste met een certificaat. Leuk. Heel leuk. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Even voor de goede, jij hebt dus een keurmerk gekregen, hè, waarop? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik heb een keurmerk gekregen. Geweldig. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Voor ons ben jij... Regionale topper. Regionale topper. Een regionale topper. Ja. Hoe vind je dat? Dankjewel. Een hele fijne avond en bedankt voor je tijd even. Ja, en jullie ook fijne avond, hè? Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Rob, we gaan erheen. Ja, ik heb heel erg trek.